Ja, afgelopen zaterdag zijn we gealarmeerd voor een boom. Die was tegen de woning aangewaaid op de Stationsweg. Dat was een forse boom. En wonderwel was de gevel niet beschadigd van het huis. De uitdaging voor ons die bestaat daaruit om met de aanneming van onze eigen veiligheid de boom te verwijderen door geen levensschade meer te veroorzaken. En dat is eigenlijk wonderwel gelukt. En hoe lang duurt zo'n klus? Zo'n klus, deze klus, dat nam ongeveer 1,5 uur in beslag. Waren er verder nog veel meldingen in Ede? In Ede zijn diverse meldingen geweest. We hebben in dit geval op onze eigen brandweergezinnen een subcentrale ingericht. Dus dan komen alle meldingen van Arnhem komen naar de centrale in Ede. Die worden daar verwerkt. En dan moet je wel rekening houden met een paar honderd meldingen die dag. We zijn tot laat in de avond zijn met alle voertuigen van de gemeente Ede op de weg geweest. En is het dan vervelend dat er zoveel meldingen zijn? Of geeft het ook een soort van kick? Mensen denken vaak dat het een kick is. We moeten eerlijk zijn. Dit is de beste oefening die we kunnen hebben. Want het is tijdens slecht weer. En het is allemaal realiteit. En met name voor de jongere jongens met weinig ervaring is dit een fantastisch leermoment.